Bikwik 1887 heeft de competitie in de hoofdklasse C vanmiddag hervat tegen Alcides uit Meppel. Trainer Marcel Groninger begint aan zijn laatste half jaar bij Bikwik. Er is niemand die aan mij merkt dat ik wegga. Maar ook, ik accepteer het ook niet van de spelers. Als ze denken van nou, maar ietsjes makkelijker nu, want er is volgend jaar toch een andere trainer. Je hebt een doel en dat doel is kampioen worden. Dus dan moet je iedere training en iedere wedstrijd maximaal gaan, anders halen we dat niet. In de eerste helft laat Bikwik spelend in de witte shirts het vertrouwde spel zien. Op basis van goed voetbal de betere ploeg zijn en van daaruit op zoek gaan naar de doelpunten. Hier het schot van Ferry Stollenga in de 26e minuut. Dan na ruim een half uur spelen. Doelman Van Wegen werkt de bal ongelukkig weg en Kevin van der Kooi zegt dankjewel. Hij blijft rustig en schiet vrij de 1-0 binnen. Kort voor rust, Bikwik nog altijd de betere ploeg. Alcides krijgt de bal niet weg. Strengholt met inzet en bijna de 2-0 voor de thuisploeg. Zo blijft het halverwege 1-0. Dan de tweede helft. Alcides begint feller en Bikwik raakt snel de regie kwijt. Het schot van Mousliou en Koopmans met de actie. Het is het begin van een kansenregen voor de gasten. Bikwik krijgt de bal niet weg en uiteindelijk brengt de lat de redding. Maar daarbij blijft het niet. Alcides blijft gas geven en Bikwik heeft geen antwoord. Veldhuis staat helemaal vrij. 1-1. Groninger ontevreden over zijn ploeg. Hij is amper gaan zitten of het is alweer raak. Alcides doet wat het wil en Leijzen met de uithaal. Bikwik staat na 51 minuten met 2-1 achter. Koopmans vraagt zich ongetwijfeld af wat er in de rust misgegaan is. Bikwik probeert het wel, maar is geen schim meer van de eerste helft. Het komt niet verder dan dit schotje van Strengholt. De definitieve beslissing valt met nog ruim 20 minuten te gaan. Schrijver is de verdedigers van Bikwik gewoon te snel af en zoekt de kortste weg naar het doel. Bikwik verliest met 3-1, zakt naar de vierde plaats van de hoofdklasse C. Zo begint de afscheidstournee van Marcel Groninger slecht. De tweede helft blijkt gewoon als wij de dingen niet doen waar wij goed in zijn, dat wij ook heel matig kunnen spelen. En dat wij dan, nou ja, Alcides is ook nog een goede ploeg trouwens, maar dat wij dan gewoon deze wedstrijd met vrij simpel kunnen verliezen. Terwijl het daar de eerste helft niet op leek.